Hallo en superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op dit kanaal. I'm Denise en normaal gesproken zie je hier op dinsdag een gloednieuwe aflevering van Fashion Dilemma's, waarin ik advies geef of jullie fashionvragen, lookbooks erbij maak. Maar dit keer had ik zin in iets heel anders, want ik heb namelijk de afgelopen tijd op internet geshopt en mijn pakketje kwam afgelopen week binnen. En ik was helemaal blij toen ik het openmaakte. Totdat ik alle items aantrok. Ze staan werkelijk waar allemaal niet bij mij. Echt, ik snap niet hoe het mogelijk is. Ik dacht een nieuwe trend is te volgen met al die ruffles en mooie details op de kleding. Maar ze staan me gewoon stuk voor stuk niet. En ik dacht, ja, ik wil ze juist aan jullie laten zien. Ik denk dat jullie vast wel geïnspireerd zullen worden door de items. En daarnaast kocht ik ook badkleding online. Je zag het al in de thumbnail. En zo waar zat dat wel goed. Want ja, dat kan je natuurlijk ook niet passen van tevoren. Maar daar ben ik juist heel erg blij mee. En goed nieuws, ik heb van alle items, dus ook van de badkleding, een shot gemaakt dat ik het aan heb. Dus mocht je daar heel geïnteresseerd in zijn, blijf dan zeker even kijken. En mocht je nou zometeen een item zien wat je zelf wil hebben, check dan even de beschrijving. Want daar zet ik alle links naartoe naar alle items. En vind je mij nou gewoon heel leuk en wil je als eerste op de hoogte zijn van de nieuwe aflevering van Fashion Dilemma's bijvoorbeeld volgende week, vergeet dan niet om alvast even te abonneren hier beneden. Dan ga ik heel gauw het eerste item aan jullie laten zien. En dat heb ik aan. En zowaar stond dat me wel. Een top waarvan één schouder zeg maar onbloot is. Kijk, ik vind hem heel erg gaaf. Vooral door die kleur blauw. Het is een heerlijk lichte stof. En deze ruffles hier maken het heel erg feestelijk. Waardoor je gelijk een hele nette look met zo'n rokje bijvoorbeeld of een mooie high-waist broek kan dragen. Hakken erbij. En ik heb heel veel zin om deze te gaan dragen. Maar ik kocht nog een blouseje met van deze aanhangsels. En die is roze en gestreept. Toen ik hem uitpakte, nou dacht ik gelijk aan Adriaan. Ik zal het maar gewoon zeggen. Dit is echt een Adriaan blouse, maar dan roze van katoen. En met streepjes. Hij is zo leuk. En ja, die kleur staat me op zich wel. Maar het model staat gewoon niet. En van de zijkant ziet het er ook echt belachelijk uit. Of misschien moet ik eraan wennen, hè, jongens. Dat kan ook. Dus als je het wel vindt staan, laat het dan even weten. Niet aardig zijn voor me, gewoon eerlijk. Maar dat kan natuurlijk, hè. Want ik denk altijd dat ik alles aandurf. Maar misschien durf ik het gewoon nog niet zo goed. Dan had ik ook drie andere blouses gekocht die heel erg op elkaar lijken. Omdat ze alle drie een soort bloemborduursels erin verwerkt hebben. Maar toch zijn ze alle drie helemaal anders qua model. En alle drie de modellen staan me dan ook niet. Hè, hoe kan het ook anders? Dit is de eerste. Het deed me heel erg denken aan kledingstukken uit een museum waar ik met Rutger vaak naartoe ben gegaan. De schilpen in Maasland. Daar heb je van die kleding uit de jaren begin 1900. En daar heb je ook van dit soort blouses. Een beetje slaapkamer kleding is het eigenlijk. Ik zie er als een vierkant uit als ik het aan heb. Maar ik was zo verliefd op die band. Misschien kan ik iemand in mijn omgeving er blij mee maken. Dit jurkje, ja, mocht ik ooit per ongeluk zwanger raken of bewust, je weet het niet. Ik weet het al helemaal niet. Maar dan kan je deze heel makkelijk dragen. Want dit is zo los bij je buik dat het wel lijkt alsof je wat te verbergen hebt. Maar de bovenkant daarentegen vind ik eigenlijk best wel staan. Dus misschien als ik ooit een hoge rok of zo heb waar ik dit in kan stoppen, dan denk ik dat ik deze best nog wel kan gaan dragen. Dan het laatste blouseje uit de Flora en Fauna collectie. Qua model staat hij best wel als ik de mouwen oprol en een leuke knoop aan de onderkant maak. Deze heeft ook weer zo'n leuk borduursel erop. Omdat het er echt opgenaaid is, maakt hij het wel heel stijf. Het valt niet mooi om je arm heen, maar het is een beetje... Ja, snap je wat ik bedoel? Het gaat, als ik mijn arm beweeg, zie je, dan gaat het een beetje helemaal mee. Dus dat is een beetje een minpunt. Maar ja, ook deze stof is heerlijk. Ik weet nog niet waar ik naartoe ga deze zomer. Maar ja, dan komt hij denk ik wel heel erg goed van pas. Als vestje, zeg maar, of zo. Daarover gesproken, dingen om het wat warmer te krijgen. Ik heb natuurlijk ook een crop top besteld in het wit. Ik hou van wit, vooral in de lente en de zomer. Dit is hem, een heerlijke trui. Ik kan het niet anders zeggen. Perfecte stof, want die kan ik gewoon overal bij dragen. En misschien kan ik er zelfs nog wel een blouseje onder dragen, wat er dan leuk zo boven de kraag uitkomt. En
En dan het moment waar jullie misschien wel de hele video op gewacht hebben. De badkleding. Ik zag zoveel leuke prints. En de meeste prints die ik tegenkwam zagen er een beetje zo uit zoals deze poster. Ik ben daar helemaal verzot op de laatste tijd. En sowieso hou ik van groen, want het staat me goed. En ik zag dus deze bikini met, nou, op het broekje allemaal leuke blaadjes. Een erg sexy dunne band aan de zijkant, ja. Maar de achterkant is gewoon, ja, netjes verbloemd. Een groot deel van de bilpartij. Ik heb hem gekocht in maat medium. Hij is een beetje aan de strakke kant, hoor. Maar, en kijk, er zit weinig rek in. Dus ik moet zo blijven of een beetje afvallen. Dan zit hij op zijn best. En de top was ook dus zo erg goed. Er zit ook een beetje zo'n vullingstuk in. Daar hou ik nooit zo van bij een bikini. Dus misschien dat ik die er nog uithaal. De bandjes kun je zelfs verstellen. Nou, dat is ook heel wat voor een bikini. Bovenstuk is ook maat M. Is alleen in één geheel, zeg maar, te bestellen. Dus dat kan een minpunt zijn. Mocht je deze bikini ook willen hebben. Dus check even goed de maten die erbij staan. Een mooie sluiting zit er ook op. Dus ik denk dat ik hier erg veel plezier van ga hebben deze zomer. Maar ik heb sinds vorig jaar gemerkt dat ik ook erg veel heb aan een badpak. Omdat je een heel stuk van je buik niet ziet. En dat is toch wel erg lekker, moet ik zeggen. Ik probeer het zelf niet aan te wennen. Maar ik heb toch een badpak besteld. Deze, hij is zwart-wit als basis. Met echt alle kleuren uit de regenboog ertussendoor. Dus hij staat, nou, ik wou zeggen, hij staat overal bij. Maar ja, je hebt verder niks aan. Dus dat maakt helemaal niet uit. Maar laat ik dan zeggen, hij staat bij heel veel huidtypes, denk ik. Oh, zo moet ik hem houden. De broek is wat aan de flinke kant. Het is echt alles omhullend. Vooral aan de achterkant vind ik dat heel erg. Het is wel netjes, hoor. Maar ja, een beetje te. Het had wat kleiner gemogen van mij. Om iets wat, ja, een sexy look te geven. Bij de bovenkant, zeg maar, heb je nog dit leuke detail aan de achterkant. Van die bandjes die een beetje als een veter lopen. Wat, ja, wat hem helemaal leuk maakt. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. En misschien kan ik er nog wel een look mee maken. Dat ik hem in een broek bijvoorbeeld draag. Want als je een leuk badpak hebt, is het best wel een idee om ook als een outfit te gebruiken. Maar ik ga er nog wel eens even over nadenken. Volgens mij had ik daar ook een dilemma laatst over binnengekregen. Dus wie weet zie je hem binnenkort weer voorbij komen. Over fashion dilemma's gesproken. Heb je nou een dilemma? Stuur hem dan zeker even naar me op via Snapchat of Instagram direct. Dat kan tegenwoordig ook weer. En als je als eerste op de hoogte wil zijn van die nieuwe aflevering. Vergeet dan niet even te abonneren hier beneden. En ik zag dat ik bijna, nou ja, bijna 90.000 abonnees heb. En dan komt er een ware blooper video online met alle blunders die ik in, nou, een jaar tijd heb gemaakt. Ik moet al steeds lachen als ik een stukje verder ga monteren. Dus ik kan eigenlijk niet wachten om die aan jullie te laten zien. Dus vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel graag aanstaande dinsdag weer terug. En binnenkort komen er zowaar weer reisvideo's aan. Ja, je hoort het goed. Ik ga weer even weg, een uitstapje. Dus ik kan natuurlijk niet mijn camera dan thuis laten. Dus dat kun je ook allemaal verwachten. Nou, jongens, dankjewel voor alles. I love you guys. En tot ziens. Tjallas!